en nieuw light heavyweight champion of glory, Donniga Benna. Hoe voelt het om dat te horen? Voelt heel goed. Het harde werken van de afgelopen jaren is eindelijk uitbetaald. We zijn de champ. Wij staan boven aan die berg. Ja man, het was een competitief gevecht. Je was net vooruit volgens de judges en toen was er een blessure omdat jij volgens mij een low kick van hem blokte. Ben je blij met die overwinning? Een winst is een winst. We kwamen voor de winst. We hebben gedaan wat we moesten doen om de bel te krijgen. Er was van de voorpunten, wat vrij duidelijk was eigenlijk. In mijn ogen dan was het vrij duidelijk. En dat is het eigenlijk. Niemand pakt dit meer van mij af. En nu gaan we kijken wat de volgende stappen gaat zijn. Ik ga zitten met mijn team. En dan gaan we de toekomst een beetje uittekenen. Kijken wat er gaat gebeuren. Ja, Maslebojev, toen het gevecht werd afgesloten, lacht hij een beetje in het begin, maar daarna werd hij boos. Wil jij hem een beetje een gelijke rematch geven of denk je van niet? Mij maakt het allemaal niet uit. Ik heb gewonnen. Ik ben de champ. En dat is het meest belangrijke. Als Gloria me een e-mailtje wil geven, ik ben bovenaan die berg. Hij kan het krijgen. En als hij het niet krijgt, heeft hij pech. Ja, heeft hij pech, ja. En Modern Nation eindelijk. Modern Nation eindelijk om top. Je bent nu samen met Donovan Wissen twee Surinaamse kampioenen. Hoe voelt dat voor jou? Voelt heel goed. En vergeet niet Tijani. Tijani is ook half Surinaams. Ook al komt hij uit van Marokko. Hij is ook Surinaams. Dus dat zegt wel dat dat de Surinaamse jeugd. Want we zijn allemaal vrij jong. Dat wij nu de sport domineren. Yes, en je bent de kamp. Modo! Champ! Strap season! Kaka! Oké, dan gaan we het gewoon interview daarmee afsluiten. Dan gaan we die samen doen. Ja, maar dankjewel.